Ondanks de loonkostvermindering vanaf 54 jaar blijft de aanwerving van oudere werknemers voor werkgevers een dure aangelegenheid. Dit probeert de Vlaamse overheid te compenseren met jobcoaching en extra premies voor werkgevers die 50-plussers aannemen. Welke meerwaarde creëert een ouder werknemer in een bedrijf? En welke werkgevers stellen zich hiervoor open? HR-expert Sandra van Dorpen praat erover met Diana Broekmans van VDAB. Welkom Diane. Vandaag gaan we het hebben over een van mijn favoriete thema's, namelijk de tewerkstelling van de, ja, ik noem het de matuurdere werknemer. Jullie spreken over Actief Plus. Kun je me eens uitleggen wat dat is? Actief Plus is de doelgroep van werkzoekenden 55 plus. Mm-hmm. Dus mensen die vanaf 55 plus terug op de arbeidsmarkt komen. Wat VDAB voor deze doelgroep specifiek doet, is een aangepaste begeleiding, een sluitend maatpak aanbiedt, waarbij dat wij naar de competenties van de doelgroep gaan kijken, maar ook hoe kunnen wij die terug in de arbeidsmarkt inplaatsen. Ja, ik zei het al, ik vind het thema zeer, zeer actueel en zeer belangrijk. Jullie ook. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we daar extra aandacht voor hebben? En wat zijn eigenlijk de meerwaardes van een Actief Plus programma? Het belang is, uiteraard door de vergrijzing van de arbeidsmarkt, gaat er op een bepaald moment een tekort komen aan mensen voor de werkgevers. Vandaar dat wij allemaal langer en anders moeten gaan werken. Daarvoor moeten wij ook de doelgroep 55 plus en de werkgevers overtuigen om deze doelgroep terug op basis van hun werkervaring een flexibiliteit te geven om langer te kunnen werken. Daarom organiseert VDAB intern opleidingen, zodat ze langer aan de slag kunnen. Ik heb begrepen dat er ook nog bijzondere voordelen zijn voor werkgevers op het financiële vlak. Inderdaad, ja. Sinds 1 juli 2016 is er een Vlaamse doelgroepvermindering, een tewerkstellingssysteem opgezet voor de werkgevers. Concreet betekent dit, samengevat, dat als een werkgever een 55-plusser in dienst neemt, dat hij daar een tegemoetkoming krijgt totdat die persoon met pensioen gaat. Ja, Diane, we horen natuurlijk heel vaak dat het heel moeilijk is voor werknemers van 55 of ouder om aan de bak te geraken. Maar jij hebt ongetwijfeld ook wel zeer leuke, goede, mooie voorbeelden van mensen waar het wel lukt. Absoluut. Het is niet noodzakelijk makkelijk, maar moeilijk gaat ook. Ik heb bijvoorbeeld een klant die 37 jaar voor hetzelfde bedrijf als drukker gewerkt heeft, die nadien een opleiding bij VDAB gevolgd heeft als elektricien, omdat dat zijn hobby was, en die nu aan de slag is als elektriker. Tal van voorbeelden waar veel mensen een andere richting nemen of soms gewoon geen andere richting hoeven te nemen. Diane, ik onthoud vooral dat als we mensen langer aan het werk willen houden, en dat willen we, dat alle partijen daar een belangrijke rol in te spelen hebben. Onder andere de werknemers, die moeten vol gemotiveerd blijven. En de werkgevers die moeten vooral deze mensen kansen geven. Absoluut. Daar gaan we voor. Daar staan we voor met heel veel goesting. Dank u wel voor dit zeer verrijkende gesprek. Graag gedaan. Thank you.